Vandaag met de macro-lady het land op. Mooi groot stuk. Met een flinke introductie gekregen van de boer. Dus ik zal ons benieuwen. Het is nat. 60? 60? Ja. Oeh. Musketje. Een musketbal. Ja. Geen idee, het is dus van koper. Misschien van een fitting of zo. Zit hier van eens een. Huls. Jachthuls. Jachtpatroon. Heb je een muntje? Ga eens even bij je kijken. Denk een leeuwencent. Denk ik. Ja, dat zou wel kunnen. Er staat een 1. Ja, leeuwencent. Yes. Ja! Hartstikke gek eigenlijk, hè? Weer een muntje. Marieke haalt de een en de ander eruit, hoor. Nee hoor. Kijk. Dit is een kleintje. Zilver? Mm-hmm. Oh, zilver. Zilver. Schuifschap. Kijk dan. Ja, dat is zilver, schat. Toppie? Denk ik. Wat is het voor een? Zilver dubbeltje, denk ik. Ja, dat is het. Ik denk zilver, ik weet hier niet 100% zeker, denk ik. Nog niet uit. Ik denk het wel. Waarschijnlijk zilver dubbeltje. Thuis even goed schoonmaken. 2,50. Het is zwaar, maar wat het precies is,
Ik weet niet, ik kan thuis maar eens kijken voor, of er iets op staat. Of... Ik denk gewoon troep, maar we zien het al. Schrok even. Aluminium ringetje. Ik zag dat zo die grote rand. Weet nou. Zo. Wat geeft hij aan? Wel lekker bij Marieke kijken. Ik vind toch niks vandaag. Plakkerig, hè? Lekkere klei, hè? De laars is ook drie keer zo groot geworden. Nou, snap jij het? Nee, niet. Dit. Dit is het. Iets lepelachtigs. Ja, of een stukje lepel. Ja. Een stukje bijstek. Ja, lepeldingetje. Nou, ik heb dus ook een duikje. Het was net een batterij op. Ik heb hier een goed signaal.